Twee weken voor het wereldkampioenschap is de Soudal Classics in Leuven de ideale cross om vertrouwen op te doen en een ticket voor het wereldkampioenschap af te dwingen. Niels Albert is er niet bij in Leuven. Hij is nog niet uitgeziekt en verkiest rust boven inspanning. Al snel ontstaat er een kopgroep met zo'n 15 namen. De enige die ontbreekt is Rob Peters. Hij moet achtervolgen. Er ligt opvallend weinig modder, ondanks het regenweer van de voorbije dagen. Het publiek krijgt dan ook een heel snelle cross te zien. Bina is een van de eerste die voluit zijn kans gaat. Hij heeft 5 seconden voorsprong op onder meer Van Amerongen, Nijs, Walslebe, Bosmans en Meeuwsen. De demarages volgen elkaar snel op. Tom Meeuwsen maakt daarbij een goede indruk. Hij lijkt geen zin te hebben om in groep te blijven rijden en drijft het tempo stevig op. Nijs en Pauwels kunnen in de buurt van Meeuwsen blijven, maar ze moeten daar wel zwaar voor doorduwen. In de achtervolging geven onder meer Van Amerongen, Peters en Taramarkas zich nog niet gewonnen. Voorin gaat Tom Meeuwsen opnieuw in de aanval. Sven Nijs wacht even af, het is Kevin Pauwels die het gaatje moet dichten. Net voor de cross raakte bekend dat Pauwels zijn contract bij zijn ploeg heeft verlengd tot 2017 en dat geeft hem vertrouwen. Pauwels plaatst een versnelling op het asfalt aan de finish. 3 ronden voor het einde rijdt hij weg van zijn medevluchters. Deze keer moet Sven Nijs vol in de achtervolging. De wereldkampioen en Belgisch kampioen toont ook hoe sterk hij momenteel is. Nijs trekt een keer vol door en dicht in 1 keer het gat van 12 seconden met Pauwels. De 3 leiders, Pauwels, Meeuwsen en Nijs, gaan samen de laatste ronde in. Ze blijven ook samen tot Tom Meeuwsen met pech moet afrekenen. Meeuwsen rijdt lek, een eind voor de materiaalpost. Daarmee zijn zijn kansen op de overwinning verkeken. Sven Nijs trekt een 2e keer stevig door en dat is meteen de demarrage die hij nodig heeft voor de overwinning in Leuven. Pauwels probeert te volgen, maar moet al snel 6 à 7 seconden toegeven en beseft dat hij niet opgewassen is tegen deze Nijs. De wereldkampioen en Belgisch kampioen pakt de overwinning in Leuven. Kevin Pauwels is 2e. Tom Meeuwsen slaagt er nog net in om de rest af te houden en zo de 3e podiumplaats te pakken. Philippe Walslebe finisht als 4e.